Het ministerie van Openbare Werken wil het betalen van steekpenningen, oftewel tjoekoe, tegengaan bij bouwvergunningen. Dit zei minister Riyad Noor Mohammed gisteren tijdens de installatie van de werkgroep Bouwvergunningen. Op dit moment wordt gewerkt aan het aanpassen van de wetgeving. De instructies aan de afdelingen worden aangepast, zodat de procesaanvragen worden versoepeld, zegt Noor Mohammed. We willen er zeker van zijn dat die burger niet in problemen komt als hij heeft gebouwd. Wat we ook niet willen hebben is dat mensen tjoekoe moeten betalen. Ook dat wordt aangepakt. Dus ik heb het even niet genoemd, zo net. Maar dat gedoe van tjoekoes moet verdwijnen, moet ophouden. En daarom willen we alles transparanter gaan maken, vergemakkelijker, et cetera. Je moet niet komen bij de minister als je een vergunning nodig hebt. Alles moet via een normaal proces gaan verlopen. En het meest belangrijkste is dat het ding van tjoekoes moet verdwijnen en ophouden. En het tweede, dat ding van die wachttijd. De wachttijd is enorm lang, soms. Ik heb hier mensen die wachten 5 jaar op een vergunning. Ik heb mensen die 10 jaar wachten. Wie houdt wie voor de gek? Ik heb mensen die al hebben gebouwd, maar na 20 jaar geen vergunning hebben. Wie hou je voor de gek? Dus iemand moet het oplossen. De bewindsman zegt verder dat de werkgroep vuilstortplaats Ornamibo gericht zal werken aan een project voor het scheiden van afval. Nu gaat alles naar de vuilnisbelt en dat willen wij gaan veranderen. Daar zijn er wat jongens die dat oprapen en verkopen. Dat is heel goed. Ze hebben ze werkgelegenheid, ze verdienen wat. Maar je hebt ook plastic en papier en glas. Op dit moment heb ik de bedrijven ontvangen die recyclen. Dus wij willen in de toekomst gaan dat iedereen thuis, en ik roep iedereen op alvast nu te beginnen, plastic in een aparte zak te zetten. En je plastic flessen mag je hier bij OW brengen. Of in uw buurt ga je van die groene tonnen zien. Iedereen kent die groene tonnen, begin je plastic daar te zetten. Ik wil die recyclebedrijven de kans geven dat ze weer gaan verdienen, want ze staan een beetje op failliet. Laat ze de kans krijgen om die sector weer winstgevend te maken. Dan is er werkgelegenheid en we denken aan het milieu. Voor papier is hetzelfde. Papier scheiden en dan komt er een aparte afval daarvan. En op een gegeven moment krijg je maar een klein beetje afval. En dat klein beetje afval, als dat naar Ornamibo gaat, nou, dan kost het me vele malen minder zand daar te gooien en die Ornamibo kan dan 20, 30, 40 jaar verder. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Hij sprak gisteren over het tegengaan van betaling van steekpenningen bij bouwvergunningen en het scheiden van afval dat gaat naar de vuilstortplaats Ornamibo.